Zo. Zijn er toevallig mensen die binnenkort op vakantie gaan naar Gasselte Nijveen? Ja? Jongens, ik heb hier prachtige fietsroutes van de omgeving van Gasselte Nijveen. Kan je zo van me krijgen, hoe je ook niet meer naar het VVV-kantoor in Gasselte Nijveen. Ja, het is namelijk zo, wij gingen vroeger... Vroeger gingen wij namelijk met vakantie, gingen wij altijd naar Gasselte Nijveen. En wat deden we in Gasselte Nijveen? Wij gingen dan 3 weken lang daar fietsen. Ik werd er ook wel eens wat misselijk van. Op een gegeven moment zijn we niet naar Gasselte Nijveen gegaan, of zijn we naar Gasselte Nijveen gegaan, maar toen zijn we niet geweest fietsen, maar toen zijn we dus een bezoek hebben gebracht aan kamp Westerbork. En ik was 1 jaar of 8 en we liepen met zo'n gids door kamp Westerbork. En dat was zo'n senioren man en die zei toen ook zoiets van... Ja, het was verschrikkelijk vroeger hier in kamp Westerbork. En je had niks te eten en je moest de hele dag mee werken. En je had allemaal verschrikkelijke ziektes hier, hè. Cholera, chlamydia, koorts, tuberculose. Het was hier verschrikkelijk. Waarop ik zei van, nou, dan waren de mensen ook wel heel erg blij als ze hier met de trein weg konden. Dank je. Ik kan 1 ding vertellen, jongens. Mijn vader ging toen niet applaudisseren. Ik heb zo'n harde klits van mijn vader gekregen. Ik heb er een trauma aan overgelopen, dus... Gaat iemand binnenkort naar Gasselte Nijveen? Want ik gooi het weg. Ja, mooi. Gooi het weg. Hartstikke goed. Hallo, mijn naam is Ronald Smink van Comedy Tunes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal van Comedy Tunes. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste comedyfragmenten. En wil je eens een keer live een comedy night van ons bijwonen? Kijk dan op www.comedytunes.nl. De link vind je hieronder. En wellicht horen we binnenkort jouw lach bij ons op de comedy night.